Wat ik heel tof vind is eigenlijk dat al mijn herinneringen van Happy in Mierlo liggen. En dat ik het nu daardoor extra tof vind dat er een tweede hotel is. Waardoor er dus nog meer kinderen dezelfde ervaringen en liefde kunnen ontvangen en leuke dingen mogen doen die ik ook heb gehad. Als het maar 10% lijkt op hetgeen wat in Mierlo is, dan is het eigenlijk al tof genoeg. En dat is wel, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eruit ziet. Of de ruimte een beetje hetzelfde zijn, of er, hoe de omgeving is, de binnenspeeltuin, hoe dat eruit ziet en dat soort dingen. Ik ben gewoon heel benieuwd eigenlijk. Het is gigantisch dit. Ik ben Annemara en ik ben 23 jaar oud. Mijn kindertijd was misschien wat anders dan die van andere kinderen. Ik had te maken met een van mijn ouders die een psychische ziekte heeft. En dat maakte dat het bij ons thuis eigenlijk heel onstabiel en onveilig was. En op een gegeven moment ging het van het een naar het ander en werd het steeds onveiliger. En toen is die ouder uit huis geplaatst. En zo zijn we eigenlijk in de molen gekomen van de jeugdzorg. Ondanks alles wat er gebeurd is, hebben we nog best wel een hechte band met elkaar. Zeker mijn broertje en zusje, die zijn ook een stukje jonger dan ik. En je hebt alles hetzelfde meegemaakt. En dat, ja, naast dat je natuurlijk een familieband hebt, heb je ook een speciale band, zeg maar. En ja, met mijn ouders is het gewoon wisselend af en toe. En dat, ja, dat blijft zo, maar daar heb ik wel gewoon vrede mee. Ik kwam in aanraking met Happy eigenlijk toen het bij ons thuis heel erg slecht ging. En toen zei een van de hulpverleners, nou, ik ken een organisatie die vakantie en weekend organiseert voor kinderen die eigenlijk in zo'nzelfde situatie zitten als jij. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Toen mocht mijn zusje eigenlijk ook mee, want er waren twee vakanties tegelijkertijd in hetzelfde gebouw. En dat was eigenlijk wel de doorslag van, nou, dan gaan we het gewoon samen proberen. Eigenlijk geen spijt van gehad. Ik vond het begin heel spannend. Want ik vond het heel erg lastig ook dat ik met allerlei andere kinderen en jongeren een soort van weer een band misschien moest aangaan. En ik vond contact leggen met anderen nog best wel spannend. Maar zodra ik daar binnen stapte en er was die welkomsttafel en er werd alles rustig uitgelegd en laten zien, ging die spanning meteen van me af. En ook omdat mijn zusje mee was en ik ook kon zien waar zij verbleef het weekend, ging het eigenlijk heel erg, ja, goed en was het heel fijn en voelde ik meteen welkom en geliefd en dat was echt heel top. Als je daar in zo'n zaal zit met al die andere kinderen, vond ik het heel erg spannend, want ik had altijd het gevoel dat ik raar was of dat ik degene was aan wie het lag. En toen ik met andere jongeren ging praten, toen kwam ik er eigenlijk achter dat we allemaal wel ongeveer hetzelfde hadden meegemaakt. Natuurlijk, iedereen is een andere vorm of een andere gradatie, maar op een gegeven moment schept het zo'n band, omdat je gewoon weet hoe het is om in zo'n situatie te zitten. En niks was te gek, want iedereen snapte je gevoel en als je boos was, dan mocht je boos zijn, want iedereen herkende dat. En dat is iets wat ik eigenlijk nergens anders nog heb gezien waar dat ook zo is. Wat ik van Happy meeneem in mijn dagelijks leven is eigenlijk dat je niet aan de buitenkant kan zien wat iemand heeft meegemaakt. Er staat niet op iemands voorhoofd jeugdzorg of wat dan ook. Maar dat je wel daardoor iedereen met liefde en respect moet behandelen. En dat iedereen het nodig heeft om kind te kunnen zijn, om liefde te krijgen, ongeacht wat iemand doet of hoe iemand eruit ziet. Ja, ik vind het eigenlijk stiekem heel jammer dat ik weer naar huis ga. Want ik zou hier nog liever echt gewoon een week in willen blijven. Maar ik ga wel met een uitgelaten en vrolijk gevoel naar huis. Ik heb een super toffe dag beleefd met heel veel mensen. Nieuwe mensen ook leren kennen, ook oude bekenden weer gezien. En gewoon met elkaar die happy experience eigenlijk gehad. En zo ga ik met een goed gevoel en uitgerust gevoel eigenlijk weer naar huis.